guys, het is vandaag, welke dag is het? Woensdag. En ik heb jullie zoveel te vertellen. Oh mijn god. Als allereerst, leuk dat jullie kijken naar mijn dagelijkse vlog. Ik ga, denk ik, ja, laten we daar eens mee beginnen. Ik wil namelijk twee dingen zeggen. Twee belangrijke dingen. Als allereerst, leuk dat je kijkt naar mijn dagelijkse vlog. Ik wil dus dagelijks gaan vloggen. Maar ik gooi hem er gelijk doorheen. De disclaimer. Ik weet nog niet of ik het elke dag ga doen. Dus, nu je dit ziet, moet je nu niet verwachten. Oh, komt dus elke dag een vlog online? Nee, ik wil het eerst even uitproberen. En kijken of het lukt überhaupt. Want ik wil niet sowieso dat het leuk blijft. Dat wil ik sowieso voor jullie en voor mij. Maar dat de video's zelf ook gewoon leuk blijven. En dat het niet onzinnig wordt. Maar ik wil ook gewoon dat het niet ten koste gaat van, weet ik veel, mijn gezondheid of iets. Want ik moest natuurlijk wel een tijdje geleden rustig aan gaan doen. Dus als ik dan opeens 7 dagen in de week, want je hebt 7 dagen in de week, vlogs, whatever, dat is natuurlijk best wel veel werk. Dus ik ga dagelijks vloggen, maar ik weet nog niet hoe vaak. Dus of 7 keer in de week, ik denk het niet. Of gewoon elke werkdag, dus dat is 5 dagen in de week een nieuwe vlog. Of gewoon 3 dagen, dat moet ik nog even aankijken. Maar ik ga het in ieder geval de komende tijd even testen. Dus als jij dit ziet, leuk dat je kijkt naar mijn allereerste dagelijkse vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat me zeker even weten of jullie het leuk vinden of niet. Want ik heb dit nog nooit gedaan. Ja, wel een weekvlog, maar dat is toch anders of zo. Dus dat is eigenlijk wat ik van plan ben om te gaan doen. Dagelijks vloggen, ik weet dus niet hoe vaak in de week, maar ik ga het de komende tijd eerst even uitproberen. Komen we aan met punt 2. Ik ben eindelijk thuis, zoals je kan zien. Ik ben thuis. Dit is de keuken van ons. En ik was dus afgelopen 2 weken bij mijn vriend in quarantaine. Want wij waren in aanraking gekomen met iemand die corona heeft. En ook al wel een tijdje wat langer, maar die mocht pas laat getest worden. En het was dus positief. Ja, en toen was het zo van, shit, wat ga ik nou doen? Want dan moet ik dus ergens anders in quarantaine, gewoon niet thuis, zeg maar. Dan ben ik dus de komende tijd niet thuis. Ja, zodoende dat eigenlijk. Dus ik was de afgelopen 2 weken met mijn vriend samen en ook niet thuis. En nu ben ik weer thuis, want we hebben eigenlijk in die tijd allemaal geen klachten ontwikkeld of zo. En ja, we hebben gewoon de 2 weken uitgezeten, dat moet. En ook met diegene die corona heeft, gaat ook gewoon supergoed. En heeft ook milde klachten, dus ja, allemaal gelukkig heel erg goed gaat het. Dus dat is fijn. Maar ja, dat was wel even een switch of zo, want je hebt alle spullen hier en ergens anders heen en ja, allemaal dingen meegenomen in 1 keer. Maar goed, het was eigenlijk best wel gezellig. Dus nou, ik ben weer thuis en dat vind ik heel erg fijn. Ik heb letterlijk iets van 6 of 5 tassen, boodschappentassen vol met spullen. Dus dat moet ik straks allemaal gaan opruimen en dat wil ik met jullie gaan doen. Maar goed, kijk dus even mee met deze dag als jij dat leuk vindt. En ik ga nu trouwens nog een shoplog ertussen gooien wat ik dus in quarantaine daar heb opgenomen. Want mijn moeder had voor de deur allemaal pakketjes neergezet. En toen is zij weggegaan. Dus ben ik het gaan pakken en uitpakken. En dat heb ik gedaan met de camera erbij. Dus ga even switchen van beeld. En dan kom ik zo weer terug bij deze vlog. Hoi. Oh, ik ben helemaal bij het aan van die trap. Morgen ben ik een week. Oh, ik zie er ook niet uit. Let niet op mijn haar. Vanaf morgen ben ik een week bij mijn vriend. Dat kun je denk ik ook wel zien. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk shit mee te nemen naar hier. Maar het is natuurlijk niet heel praktisch om heel mijn kamer of zo mee te nemen. Dus dat kan natuurlijk niet. Dus jullie moeten het even doen met dit geval hier zo. Daarbij wil ik dus zeggen dat ik een week lang pakketjes heb opgespaard. Mijn moeder heeft het toevallig net gebracht. Ze heeft het op de oprit gezet. Is weggegaan en toen heb ik het gepakt. Heel erg lief. Dus ik heb al mijn pakketjes van afgelopen week die ik opgespaard heb, gekocht heb, zelf gekregen heb. Heb ik dus nu eindelijk. En het is zo bizar veel. Dus ik dacht, we gaan er gewoon een shoplog-vlog-achtig van maken. Nou, als allereerst iets heel groots van Naked. Maar daar komt een aparte shoplog voor aan. Dus daar moet je nog even op wachten. Misschien trouwens, als jullie dit zien, staat hij al wel online. Zo ja, dan zal ik hem hierboven even linken. Zo niet, moeten jullie daar nog even voor wachten. Een pakketje. Dit is namelijk super leuk. Een shirtje van de Zara. Deze tie-dye shirt. Hij is best wel een beetje cropped of zo. Heel leuk wel. Die heb ik besteld bij Zara. En hij was echt vet goedkoop. 5,95 voor een shirtje. En ik heb een maatje M. Want ik vind het wel mooi als die lekker groot valt. Dus die heb ik besteld zelf bij de Zara. Dan heb ik iets super leuks besteld. Hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ik heb namelijk Nike sokken besteld. Van die beetje enkel sokken. Niet enkel sokken trouwens. Hogere sokken. Niet te hoog, maar gewoon ja,
hoog. Hoe ga je dat uitleggen? Maatje 38 tot 42 bij Zalando. Ik ga namelijk mijn sokken tie-dyen. En daar komt ook een aparte video voor over. Op mijn kanaal. En daarvoor heb ik dus ook tie-dye verf gekocht. Dan een heel schattig pakketje. Van must-haves bij Mina. Hoe leuk is dit stickertje. Dus wat ik nu ga laten zien zijn sieraden van must-haves bij Mina. En zij heeft dus een kortingscode voor jullie. Met Floor 15 krijg je 15% korting. En met 3 paar 10 krijg je 3 sieraden voor 10 euro. Nogmaals, ik zet alles in de beschrijving. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hier deze oorbellen. Heel erg leuk. Alles is trouwens goud wat ik heb gevraagd. Deze met van die kegeltjes. Deze soort van muntjes. En dan heb ik hier nog volgens mij een heel erg leuk kettingje. Echt heel erg blij mee. Nou, heel erg bedankt. Alles in de beschrijving. Oké, dan heb ik hier dus de textielverf voor de sokken. Ik heb namelijk pastelkleurtjes besteld. Deze kleuren, heel erg blij mee. Hier een pastelgroene, pastelroze, pasteloranje en pastelblauw. Dus hiermee ga ik mijn sokken tie-dyen. Ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik van Mabel Collection ook nog iets ontvangen. Om zo lang mogelijk plezier van te hebben van de items, raad ik je aan om zoveel mogelijk contact met water en parfum te vermijden. Stay safe. Nou, thank you. Ook al zo schattig ingepakt. Met gouden glitters erin. Dit zijn volgens mij ook sieraden. Oh, dit is wel heel erg schattig. Ja, dit vind ik echt mega leuk. Ik heb namelijk 3 armbanden en 2 ringetjes ontvangen. Dit zijn de ringetjes. Een steentje met een muntje. En dit is ook zo'n elastiek. Dus dat kan om elke vinger. Vind ik echt heel erg mooi. En nou, de onderste 2 had ik al. Die zijn van Bijsjeur. Maar dit zijn de nieuwe. Hoe ga ik dit laten zien? Namelijk ook weer met steentjes. 1 met een initiaal van de F. En hier ook nog. Heel erg blij mee. Dit is wel echt heel erg schattig zo. Heel veel armbandjes om. Ik hou ze ook zeker om. Dus dat heb ik van hun ontvangen. Ook heel erg bedankt. Echt, ik ben zo verwend. Dit is nog niet eens een shoplog video. Dit hoort gewoon bij mijn weekvlog. Of nou ja, weekvlog. Ik moet even kijken wat ik van deze video ga maken. Hier ben ik echt super excited over. Ik heb namelijk deze Scrub & Rub Soft Silky Skin tasje ontvangen van een meisje. En die ken ik zelf ook wel. Dus dat is wel grappig. En ze had mij een DM gestuurd. Zij heeft namelijk een beauty salon in Ommen. En nou goed, dat kan natuurlijk nu niet. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg zielig. Gewoon ja, best wel naar voor die mensen die gewoon nu eigenlijk geen werk hebben. Zij verkoopt dus haar producten die ze gebruikt en zo in de salon. In ieder geval, ik heb dus wat producten van haar ontvangen. En die ga ik ook nog testen. Ik heb... Allereerst wil ik even zeggen dat dit bizar lekker ruikt. Echt, ik kan er niet over uit. Dit is zo godvergeten lekker. Echt, oh. Er zit van alles in, dus ik haal het even uit. Even kijken, als allereerst een roze spoelie voor je wenkbrauwen. Ik zou zeggen, kijk zeker even op haar social en zo. Want ze verdient wel gewoon haar inkomen, vind ik. En als je weet hoe dit ruikt, wil je nooit meer iets anders. Echt, ik vind het echt... Ik heb namelijk net stiekem al geroken. Maar goed, we gaan even beginnen. Want ik dwal weer helemaal af. Hier ook nog een heel boekje met haar producten. En ik heb dus deze lijn. Wacht, even zoeken. Deze. De Magical lijn. En ik kan je verzekeren dat die echt rete lekker ruikt. Ik heb dus hier de shower foam. Van dit hele mooie lijn van haar. Ik wil het gewoon niet eens gaan gebruiken. Het is gewoon te lekker. Als deze open is, ga ik gewoon weer bij haar kopen. Ik weet niet hoe duur het is, maar ik wil het. En dus de room spray. Deze. En hij is echt rete groot. Dus hier kun je echt vet lang mee. Ik ga hem gelijk hier zo opsprayen. Oh, het ruikt zoet met de vleugje mannelijke geur. Niet te zoet. Het is echt perfecte combi. Dit is echt de perfecte moederdag cadeau. Dit is echt... Ik ben echt heel enthousiast. Ik denk dat je het ook wel kan merken aan mij. Maar goed. Dan heb ik dus nog een geurtje van haar gekregen. De Yodema Suerte ofzo. Ik haal het even uit de verpakking. Maar die ruikt dus naar Pure XS. Volgens mij is die van Paco Rabanne. Weet niet zeker. Maar dat is dus zo'n heel lekker duur geurtje. En zij heeft een soort van duplicaat daarvan. Dit is het doosje. En deze ruikt dus naar Pure XS. Zij heeft dus een hele lijst met namaakgeurtjes. En ik weet hoe Pure XS ruikt, dus ik ga hem nu direct testen.
Deze ruikt absoluut naar Pure Excess. Oh, dat is top. Heel lekker. Oh, ik ben helemaal in mijn nopjes. Dit geurtje dus. En dan heb ik nog hier een zakje met face scrub en handcreme. Ik zou zeggen, kijk allemaal even in de linkjes hieronder. Dit is dus van Beauty Salon Unique Ommen. Dus heel erg bedankt. Ik ben echt mega verwend. En ik vind het echt bizar lekker ruiken. Als dit op is, ben ik jouw vaste klant. Want ik wil dit gewoon voor altijd. Een heel voorraadje graag. Nou, en dan heb ik als laatst nog zelf iets besteld bij Chiquelle. Ik heb daar ook gewoon samenwerkingen mee. Maar ik bestel daar zelf ook gewoon mijn kleding. Omdat ik het gewoon hele leuke kleding vind. Dit paarse topje besteld. Lila. Dit is toch leuk. Ik heb hem namelijk ook in het wit en in het zalmros. En toen zag ik dus de paarse. Eigenlijk wil ik dus elke kleurtje die ze hebben hebben. En dat is dus ook paars en al die andere kleuren. Maar dit was letterlijk de enige die ze nog hadden. De rest is gewoon allemaal uitverkocht. Dus het gaat mega snel. En deze wou ik sowieso dit kleurtje. Dus ik ben hier helemaal blij mee. Dus dit en deze was volgens mij 20 euro of zo. En dit heb ik in een S. Dus jeetje. Dit was de shoplog voor deze vlog. Mega, mega, mega verwend. Mega blij. Echt, kan me janken. Nee, ik vind het allemaal zo mooi. Heel erg bedankt voor het opsturen hiervan. De merkjes. En ook bedankt voor mijn eigen bankrekening. Want ik heb zelf ook redelijk veel besteld. Nogmaals, alles staat in de beschrijving. De kortingscodes, de linkjes naar de sites, alles. Dus check even de beschrijving. Ga ik nu weer verder met de film die ik met Sander aan het kijken was. En dan zie ik jullie als ik weer thuis ben uit de quarantaine. Sorry nogmaals voor deze chaotischheid. En dat ik het op twee verschillende dagen en zo moet allemaal gaan filmen. En dat er dus de afgelopen tijd iets minder online was gekomen. Maar dan weten jullie in ieder geval hoe dat kan. Ik heb hier dus twee tassen. En dan heb ik hier nog een tas met allemaal pakketjes van een closet sale wat ik heb verkocht. Dit is letterlijk allemaal pakketjes. Dus dat moet ik straks allemaal gaan labelen en dat soort dingen. En dan moet ik dan ook nog naar PostNL.nl brengen. Dus daar ben ik echt mega lang mee bezig. En hier heb ik mijn tas. Gewoon met random spullen. En hier mijn computerscherm. Dus dat moet ik vandaag allemaal even gaan opruimen. Ik heb nog sojabonen van gisteren. We hebben gisteren reet te veel besteld. Want we hadden echt zin in sushi. En je moest vanaf 25 euro bestellen. Dus wij maar dingen erbij doen. En op een gegeven moment hadden we zoveel. En toen kwam het. En we kregen gewoon helaas de sojabonen alleen niet op. Dat vond ik al best wel knap. Want we hadden gewoon avond gegeten. Dus de rest hebben we allemaal opgegeten. Maar ik dacht, ik neem hem in huis. Want Sanne en zo vinden dat allemaal niet lekker. Oh, pakketje. Oeh. Ik wou ook zeggen dat ik nog pakketjes heel veel krijg vandaag. Maar goed, dus dit ga ik lekker smullen vanavond als snack. Heerlijk, ik ga het nu in de koelkast doen. Hallo. Verzonden is dat, daar heb ik een mailtje van gekregen, maar ik hoef het toch niet naar haar te sturen. Nee, dat is gewoon goed zo. Dus ik hoef nu niks meer te doen. Nee, zij krijgt nu een melding. Ga maar eens naar Junot Wardrobe. Ik draag trouwens dit shirtje van de Zara met mijn nieuwe naked broek. Wat dan? Ja! Pakketje! Super, dankjewel. Ready. Oké, waarschijnlijk zag je geen druk. Ik heb twee pakketjes. En ik ga het even snel unboxen. Oké, ik heb namelijk van ASOS een bestelling. Maar dit ga ik apart shoplog van opnemen. En ik had nog iets heel schattigs besteld. Want er was een sale bij zo'n site. Ik heb eigenlijk geen idee hoe die site heet. Het kwam als gesponsord op mijn Instagram. Ik heb er ook nooit van gehoord. Maar ja, het was dus een dikke sale. Oh, wat schattig. Heel schattig. Kijk dit. Oh, ik ben trouwens helemaal buiten adem van die trap. Maar er waren allemaal tasjes voor 15 euro. En ik vond deze zo schattig dat ik dacht, die moet ik hebben. Hi Floor, enjoy your delusion. Het heet delusion. Ik zal het wel in de beschrijving linken. Het is echt goed ingepakt. Heel chill. Dit vind ik zo'n mooi tas. Gewoon voor erbij. En hij was maar 15 euro, want hij was dus in de sale. Volgens mij is ook op is op. Maar ja, ik vind dus een beetje op die Chanel lijken. Ja, oké, een beetje overdreven. Maar dit postuurtje gewoon. Dit stofje. Ik vond hem gewoon zo cute.
Dus deze heb ik besteld voor maar 15 euro. Echt heerlijk. Kijk. Dit is het tasje. En er zit dus ook weer van dat gouden textuurtje doorheen. Dit. Van die streepjes. Dus dit vind ik echt heel erg cute. En die kan ook nog langer. Dus niet dat je denkt, goh, wat een klein kuttasje. Maar hij kan ook nog langer. Maar daar heb ik nu even geen zin in. Gouden details. Ja, dat vind ik wel echt prachtig. Heel mooi. Kijk. Dus aan. De binnenkant is trouwens vet mooi rood. Leer van leer. Hij is echt chic. Heel mooi. Dit is het tasje. Ik vind het niet zo mooi met dit shirt. Maar het tasje zelf vind ik echt super leuk. Echt cute. Dit is zo apart. Ik zit in mijn vaders auto. Je zult vast denken, waarom? En ja, mijn ouders zijn ook gescheiden. Dus hij woont in Apeldoorn. Waarom staat hier de auto? Nou, ik zou het je even vertellen. Super chill. En het regent trouwens knetterhard. Hoe werkt het allemaal? Stoom nog even een heel groot stuk naar voren. Onze ketters draaien uit. Maar in ieder geval. Ja, hij heeft dus de auto niet echt nodig nu. Want hij werkt normaal gewoon op kantoor en zo. En heeft heel veel meetings en moet van hot naar her. Maar goed, dat gaat natuurlijk allemaal niet door nu. En toen zei hij tegen ons van ja, jullie bijvoorbeeld, mijn zus die moet gewoon nog naar stage. Want zij werkt in een zorgstage, zeg maar. Dus dat gaat ook gewoon nog allemaal door. Dat kan niet stoppen. Dus mijn zus die moet elke keer anders met het OV of met onze auto. Maar dat kost gewoon benzine. Ik hoop dat je me trouwens hoort, want het regent knetterhard. Dus mijn vader zei, ja, dan mag je mijn auto wel lenen. Want dan kost dat je minder benzine. Maar goed, mijn zus heeft vandaag vrij. Dus ik pik even de auto in. Je zou ook wel denken, waarom ga je, wat ga je doen? Waar ga je heen? Maar ik moet dus deze, kijk dan, het is helemaal vol. Helemaal vol. Daar ben ik trouwens net echt vet lang mee bezig geweest om alle pakketjes alvast te labelen. Maar dat ga ik dus nu naar het postkantoor brengen. Want ik kan het op de post en dan ga ik ook weer gewoon gelijk naar huis. Ik wil dus mega graag nog naar de Action, want ik heb ook duct tape en al dat soort dingen nodig voor pakketjes en dat soort dingen. Maar goed, dat ga ik denk ik vandaag niet doen. Jongens, ik heb bijna een ongeluk meegemaakt. Ik ging in de achteruit, want ik was klaar. Ik ging uit het parkeervak. Nou, dus ik in de achteruit sta, midden op de weg. Gaat er opeens een Trida achter mij in de auto, zo daar, die daar staat geparkeerd, ook in de achteruit. Dus zij gaat vol in de achteruit. Dus ik kijk in mijn achterspiegel. Ik dacht, ho eens even. Ik zie wit lamp. En dat betekent dat je dan naar achter gaat natuurlijk. Dus ik dacht, shit. Dus ik snel naar vooruit, snel weer parkeervak in. Ik dacht echt, holy shit. En een vrouw die liep daar langs, die helemaal naar die andere vrouw. Hey, stop, stop. Want ik was aan achteruit aan het rijden. Ik was al bijna weg aan het gaan. Dus dan heb ik voorrang. Zeg maar, dan moet je wachten. Oh, dat ging net goed. Het scheelde echt net. Ik dus naar die vrouw die zo stop zei tegen die andere vrouw die naar achter opeens ging. Zo van, is het goed gegaan? En zei maar ja, ja. En ik zei nou bedankt. En toen ben ik weggegeven. Toen dacht ik, oh, poeh. Dat ging net goed. Zul je net zien, hè? Neem ik een keer papa's auto mee. En dan heb je zo'n troela die opeens in achteruit gaat. Terwijl ik aan achteruit ga. Maar oké. Okay. Het ging goed. Maar ik dacht wel even. Maar oké. Okay. Ik ben thuis en ik ga even naar binnen. En ik ga ook even wat eten maken, want ik heb best wel veel honger. Ik ben even de vlogbeelden alvast aan het importeren. En ik zie trouwens dat mijn camera dus viel. Ik heb hem op statief altijd staan. Dus het is niet dat ik vloggend film of zo, want dat doe ik niet. Maar goed, hij viel. En daarna zei ik, jongens, ik heb bijna een ongeluk gehad. Dus het leek net alsof het gefilmd was, alsof ik ongeluk kreeg. Maar nee, de vlogcamera viel. Gewoon, want die valt altijd in de auto. Dus ja, dat is gewoon niet tactisch meer. En dat stukje daarna van, oh, ik heb bijna een ongeluk gehad, was nadat ik naar de Jumbo was geweest en weer terugging naar de auto om naar huis te gaan. Dus het was niet dat moment of zo. Het leek echt heel erg zo. Maar goed, dat wilde ik even gezegd hebben. Ik ga zo even lekker eten, want het is nu 4:15. Oh, ik ga trouwens helemaal nog niet zo lekker eten. Pas over 3 kwartier of zo, avondeten. We gaan lekker wokgroenten met kip eten en daar heb ik heel veel zin in. En vanavond ga ik lekker Too Hot To Handle kijken, want dat vind ik echt heerlijk. Ja, dat ga ik doen. Oeh, wat een zon. Ik ga mama's wenkbrauw verven. Ik gebruikte altijd deze van Branses of zo, van Kruidvat. En haar nagels ga ik ook lakken. Oeh, het is een beetje fel zon. Deze kleur, zo'n bruinige kleur. En dus haar wenkbrauw verven. En morgen komt als het goed is, ik heb bij Pink
gel lak wat lakjes gekocht. Volgens mij 2. Dus dat komt morgen binnen. Want ik heb dus nu ook, zoals je kan zien, ja sorry, is mijn middelvinger. Er zit nog zwarte gel lak op. En dat krijg ik gewoon niet af. Dus het ziet er gewoon niet uit. Dus dat komt morgen binnen. En ik hoop dus dat we gauw weer naar de salon en zo mogen. Naar de kapper. Maar goed, ik heb thuis ook een UV-lamp. Een gel-lamp en zo. Dus ik ga dan gewoon mijn nagels zelf doen met die pink gel lak. Maar dat komt morgen in de vlog. Tada. Mama doet normaal altijd bij de schoonheidsspecialist. Maar ik vind het echt mooi. Ik heb lekker eigenlijk de hele avond op de bank gelegen. En Too Hot to Handle uitgekeken. Dus dat is wel echt een aanrader. Staat op Netflix. Ik ga nu lekker slapen en make-up eraf halen. En dan was dit alweer mijn eerste dagvlog. Het was een beetje chaotisch omdat ik dus eind van de ochtend, begin middag terugkwam van Sander. En even weer moest schakelen, want ja, ik ben dus 2 weken niet thuis geweest. Maar goed, dus ik ga morgen gewoon weer de camera erbij pakken. En dan zie ik jullie, als jullie dit zien, is het dinsdag, aankomende donderdag. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie tot donderdag. En doe even een duimpje omhoog als jij het een leuke vlog vond. En abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik echt super leuk vinden. En laat zeker in de reacties even achter welke video's jij nog van mij wil zien. Slaap lekker en ik zie jullie donderdag weer.